Wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldig is tot en met morgen 24 augustus. Gedurende de avond en nacht blijft het droog. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden mogelijk nevel. Morgen donderdag 24 augustus blijft het overwegend droog met een kleine kans op een geïsoleerde bui in het kustgebied. Vannacht zal er in alle districten sprake zijn van weinig bewolking. Morgen komen er af en toe lichte buien voor in Marowijne, Komowijne, Paramaribo, Wanica, Saramaka en Sipaluwini, maar zal het voor lange tijd droog zijn. Meteorologische dienst waarschuwt dat morgen 24 augustus de gevoelstemperatuur hoger zal liggen dan de verwachte maximale temperatuur.